Goedemorgen. Vandaag vindt de 14e editie van de Fanclubdag van Tifosi Di Marco Borsato plaats. Deze keer bij Hart van Holland in Nijkerk. Een geweldige locatie waar ook voorgaande edities hebben plaatsgevonden. Dit keer is het een speciale editie van de Fanclubdag, omdat we vieren dat Marco dit jaar 25 jaar in het vak zit. We laten daarom bijzondere en leuke elementen uit voorgaande edities van de Fanclubdag terugkomen om zo een hele leuke dag voor iedereen te creëren. We wensen iedereen onwijs veel plezier deze dag. Nou, we zijn gisteren voor het eerst bij de Bingo geweest. Dat hadden we nog nooit gedaan, dus we dachten nou, dat willen we ook een keertje doen. Dus ja, dat was hartstikke leuk. Marco kwam lekker dichtbij, dus we konden op de foto. Helemaal super. Helaas niks gewonnen, maar ja, het was wel echt een geslaagde avond. En waar komen jullie vandaag voor? Voor de totale dag en ook natuurlijk voor het miniconcert. Dat is extra bijzonder. Dus ja. En hopen nog op een foto natuurlijk. Ja, altijd leuk. Ja. Nou, heel veel plezier vandaag. Dankjewel. Waarom wilt u naar de Fanclubdag? Nou, omdat ik best wel van de muziek hou natuurlijk. En ik ben er nooit bij een Fanclubdag geweest, dus ik had zoiets van doen. Gaan jullie vandaag iets speciaals doen? Willen jullie iets speciaals doen? Ja, we kijken gewoon wat de dag ons brengt. En vooral het optreden lijkt ons hartstikke leuk. Dus, ja. Nou, heel veel plezier. Dank je. Dag. Goedemiddag. Vandaag Fanclubdag, het is een jubileumeditie. Wat maakt deze editie zo bijzonder? Nou ja, wat het bijzonder maakt is dat het weer groot is. We proberen elke Fanclubdag iets anders te doen. Maar de wens was om toch nog weer een keertje te spelen. Nou ja, dus hebben we een speciale setlijst gemaakt voor deze mensen hier. Ze zitten 25 jaar in het vak, dus we proberen alle leuke dingetjes van de afgelopen Fanclubdagen bij elkaar te pakken. En er een mooi feest van te maken. Ja, superleuk. Het is al druk. Heb je er zin in? Ongelooflijk veel zin in. Al die mensen komen speciaal voor jou. Hoe voelt dat? Ja, dat blijft ook na 25 jaar nog heel bijzonder. En als ik dan bedenk dat ik 25 jaar geleden zelf nog brieven ging schrijven. Want ik kreeg dan brieven. En dat ik brieven terug ging schrijven. Maar dat werd al gauw bijna niet meer te doen. Was ik echt nog aan het tikken op een computertje om brieven terug te schrijven. Dat kan niet meer. Dat kan niet meer. Nou, een heel team om je heen om alles te verzorgen. Hoe blij ben je daarmee? Ontzettend. Wat jullie niet realiseren, nou jij misschien wel, is het feit dat we, ik geloof dat we vandaag 60 of 65 vrijwilligers nodig hebben om überhaupt die Fanclubdag te draaien. Dus daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. En neem dat zeker ook niet zomaar aan, vind ik echt heel bijzonder. Want ja, we willen uiteindelijk iedereen het gevoel geven dat ze speciaal zijn. En dat zijn ze ook. Want een artiest is zonder publiek is nergens. Oh, weet je, het leuke is dat ik zoveel verschillende dingen kan doen. Dus de Voice Kids is leuk, maar de grote Voice is ook leuk. Ik vind het optreden leuk, maar ik vind een plaat maken ook bijzonder. En als de plaat af is, dan ga je weer promotie doen. En dan ga je het land in en weer toeren. En het leuke is dat het zoveel verschillende dingen zijn. Dus het verveelt nooit. We gaan er vandaag een leuke dag van maken. Heel veel plezier, jij ook. En maak er een feestje. Dankjewel, lieve schat. We gaan er echt een feestje van maken. Dus veel plezier allemaal. We zijn hier bij de cadeaukraam. Hier worden cadeaus ingeleverd voor Marco. Er staat al heel veel. Marietta, wat wordt er allemaal ingeleverd? Ja, de meest leuke dingen en ook uiteenlopende dingen van drank. Heel veel drank, dus dat kan niet. Maar chocolaatjes... schilderijtjes, snoep, ook heel veel snoep, taart onder andere. Maar vooral ook de aparte dingen zoals dit wat geschilderd is gewoon heel erg leuk. Heel leuk, heel ja, bijzonder. Heel leuk, heel bijzonder. Hoi, heb je het naar je zin hier op de Fanclubdag? Ik heb het heel erg naar mijn zin. Heb je al leuke dingen gedaan? Ja, ik heb al van die cadeautjes gekocht. Al aardig wat van die vaccinelichtjes en lichtweer, ja die. Heb je ook nog meegedaan aan de enveloppenkraam of de loterij? 1 doen. Daar staat mijn partner nu voor in de rij. Die gaat nog envelopjes halen. Spannend. Ja. Hopelijk zit er een leuke prijs tussen. Ja, hopelijk wel. En ben je ook al heel vaak naar de Fanclubdag geweest? Ja, nu 10 jaar. Oké, het is ook echt 10 jaar. Ja, dus dat is wel heel leuk. Een soort jubileum. Ja, een soort van. Nou, heel veel plezier. Vandaag is de jubileumeditie, omdat Marco 25 jaar in het vak zit. Wat maakt deze dag zo bijzonder voor jou? Nou, wat ik zo leuk vind is, we hebben natuurlijk al superveel leuke fanclubdagen gehad. Het is de 14e van de fanclub nu, dus voor ons nog eigenlijk niet echt een jubileum, maar wij vieren het heel graag met Marco mee.
Wat wij gedaan hebben is alle hoogtepunten van de afgelopen fanclubdagen naast elkaar gelegd. En zowel aan Marco als publiek gevraagd, wat zouden jullie nou graag nog een keer willen zien? Nou, Marco is heel stellig. Ik hou van Marco, dat spelletje. Het liefste zouden jullie 3 uur achter elkaar willen doen. We hebben een half uurtje gedaan. De fans willen heel graag zingen met Marco. Hebben we voor gezorgd. De fans weten nog niet dat ze met Marco mogen zingen. En nog een paar elementen die zij heel graag wilden, zullen vandaag weer terugkomen. Wensen, dromen en muziek. Superleuk. We zijn hier in het Borsato Museum. Hier staan onwijs veel items. Ja. Wat zijn de bijzonderste dingen, vind je? Ik denk dat dit pak van Marco, wat hij in de jaren 90 aan heeft gehad, wel heel bijzonder is. Er is een gitaar die getekend is, zeg maar, door alle bandleden. En door Marco zelf. Marco en zowel Natri hebben allemaal platina platen en gouden cd's meegenomen. Zeg maar awards staan. Ja, Marco heeft heel veel awards meegenomen, 3 kasten vol. Er zijn wijnflessen, plakboeken, je kan het zo gek niet bedenken. Ik heb een single opgenomen voor Hoortjaat en die opbrengst gaat naar Hoortjaat. Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede middag allemaal. Heel hartelijk welkom op de fanclubdag van Marco Borsato. Hebben we er allemaal een beetje zin in, of niet? Ja! Wat een grote groep, Nathalie. We kunnen helemaal naar achteren kijken. Het staat helemaal prop en prop vol. Dames en heren, even een groot applaus. Nathalie Tiele. De godmother, om het maar zo te zeggen, van de fanclub. Zo kunnen we dat zeggen. Dankjewel. We gaan jullie niet langer ophouden, want jullie wachten maar op 1 man. De man die 25 jaar in het vak zit. Laat je even massaal horen voor Marco Borsato! Goedemiddag! Goedemiddag! Hoe is het? Een leuke deze. We zitten 25 jaar in het vak en deze dag is echt voor jullie. Ik wil een applaus voor. Er zijn vandaag 65 vrijwilligers in de weer om deze dag mogelijk te maken. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Het wordt een ongelofelijke uitdaging, want we gaan een heleboel dingen doen. En zoals vaker met de fanclubdagen weet ik niet precies wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ik weet in ieder geval wel dat het gezellig wordt. Ik weet dat er altijd verrassingen zijn. En wat het belangrijkste is, we gaan vandaag voor jullie spelen. Want hier is niemand minder dan Ali B. Hey. Goedemiddag. Chill. Alle kinderen hier al. Ook allemaal fan van Marco, toch? Jammer, jammer. Oh man. Wat leuk. Nou, ik hou van Marco. Net als jullie allemaal. Ik hou van Marco. Ik heb zoveel met hem meegemaakt de afgelopen jaren. Ik wil gewoon wat foto's erbij halen en dan gewoon even met jullie erover hebben, man. Over Marco. Ik besef ineens dat je toen geen YouTube had. Dus, toen was het veilig. We komen waarschijnlijk bij de Wereld TV draait door nu. Dit is erg. Het is spannend, het is leuk, het is avontuurlijk. Ine, wij zijn hier in het Polaroid hoekje. Dat klopt. Wat doen mensen hier? Wat kunnen mensen hier doen? Nou, hier kunnen ze een Polaroid fotootje laten maken als aandenken aan de fanclubdag. Nou, met een beetje geluk is het natuurlijk leuk als Marco erbij komt. Maar die is druk op het podium, maar we gaan mijn best doen. Dus er wordt heel veel gebruik van gemaakt. Nou, gaan meet en greeten. Jij bent met Marco op de foto geweest? Ja. En, hoe was het? Leuk. Ja? Ben je al vaker met Marco op de foto? Nee. Dat was de allereerste keer. Was spannend? Ja. Ja? Maar wel leuk ook. Wat vind je het leukste? Dat je Marco mag ontmoeten. Mijn vader was jaloers. Oh, echt waar? Die heeft hem nog niet ontmoet? Nee. Oh, dat is heel erg speciaal. Ja. Florian, je had een wens, had ik begrepen. En wij willen wel weten wat die wens is. Ik zou heel graag een keertje met jou willen zingen. Stiekem kijk ik toch een beetje mee. Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij. Want jij bent ik en ik ben jij. En dat is voor altijd. En als we met de band spelen,
dan hebben we altijd soms gastartiesten. Jij mag straks naar de visagie. Dan krijg je een mooie jurk aan. Word je opgemaakt. En als we dan vanmiddag gaan optreden, gaan wij samen voor altijd zingen in de grote show met de hele band. Is dat een goed idee? Ja, zo'n brownie als dit heb je nog nooit geproefd. Nee, dat klopt, dat klopt. Maar ik heb hem al voorbereid natuurlijk. Dus straks mag je het nog proeven ook. Als je het aandurft, hoor. En zo van die momenten dat ik alles even niet meer zie. Dan ben je daar. Zie je gezicht. Binnen in mijn ogen schijnt een hemel. Nee, 22. Nee, 25. Nee, joh. Het is minder. Het is echt minder. 25. Minder. Meer. 25. Ali, alsjeblieft. Ali, mag ik een antwoord van je? 25. 25. Ik denk het niet. Maar je zegt? 25. Het goede antwoord is 28. En als je er 10% naast zit, is 25 prima. Gefeliciteerd. Hey. 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 Heb je het in het restaurant? Maar het mooie van Armando is dat ik heb dat train voor train moeten doen. Want in mijn tijd had je niet zoiets als The Voice. Je deed de Soundmix Show, maar dan was je twee keer op televisie geweest. Dus dan moet je jezelf nog echt bewijzen. Nou, in dat proces van het train voor train doen, daar is Armando altijd bij geweest. Al die trainen heeft hij meegemaakt met me. En vandaar dat ik hem een keertje in het zonnetje wilde zetten en een speciale award heb laten maken voor Armando. Ja, ik zie je aan hem, dat wist hij niet. De beste broer van Nederland. En ik dank je wel. En dit is symbolisch, dat trapje. Dat zonder hem had ik die trap misschien wel niet op kunnen klimmen. Dus deze is voor jou, vriend. Ja, een heel hard applaus. Je begint zelf een beetje een BN'er te worden, hè? Ja. Wie had dat ooit gedacht? Ja, ja weet je, ik heb gewoon 6-7 jaar geleden eerst een kookboek uitgebracht. Ja, en toen ineens werd ik door RTL gevraagd om kookprogramma's te doen op tv. Ja, en dan gaat het best snel eigenlijk. Wel heel erg leuk. Duizend Spiegels, het album. Er is er zo goed over nagedacht. En het is echt zijn verhaal. Ook wel van andere mensen. Maar hij, ja, zijn delivery is zo ongelooflijk. Niemand kan zo goed deliveren als Marco. Hij kan zo goed in een beleving duiken en die vertalen naar klank. Dat is onvoorstelbaar. En voor de rest, ja, wat zal ik zeggen? Het is een levende legende die zichzelf gedraagt als een upcoming artist. Geef je heel mijn hart.